proberen te teasen. Mika, je mag het zelf vertellen. Goedenavond trouwens. Ja, 15 jaar ben je, Bas. En je bent Nederlands kampioen geworden in wat? Ja, in de Rubik's Kubus. Rubik's Kubus. En ik wist niet eens dat je daar Nederlandse kampioenschappen in had. Iedere luisteraar denkt nu, nou, dat hadden ze 30 jaar geleden ook al. Lees een keer een krant. Mika denkt, krant, wat is het? Maar Mika, vertel eens eventjes. Hoe word je Nederlands kampioen Rubik's Kubus? En wat heb je daarvoor moeten doen? Ja, nou, vooral heel erg veel oefenen natuurlijk. En ja, dat is het eigenlijk ook wel. Dat is het. Er zijn verschillende onderdelen waar je aan mee moest doen. Je moet niet per se aan meerdere onderdelen meedoen, maar dat is natuurlijk wel leuk. Je hebt je kansen gespreid natuurlijk. Ja, en over de hele dag zijn er dus verschillende onderdelen. Dus natuurlijk de normale kubus, maar ook in andere vormen en maten. Dus. Vertel, voor de luisteraar die echt denkt, nou, Rubik's Kubus, dat was in 1983, ik weet niet meer precies hoe het zat. Ze zijn weer helemaal terug. Zitten jullie op de middelbare school allemaal met zo'n kubus? Dat zou ik niet willen zeggen, maar het is toch in Nederland, wordt het weer steeds populairder eigenlijk. Dus. En toen, hoe ben jij erbij gekomen om daar aan mee te gaan doen? Nou, ik kon altijd als de eerste twee lagen oplossen. Van welke hebben we het dan? Hebben we het over de 2x2 of over de 3x3 of de 4x4? Nee, we hebben het over de normale kubus nu. En dat is? De 3x3. Oké. En ik wou eigenlijk wel weten hoe ik dan de laatste laag ook moest oplossen. Ja, logisch. Dat heb ik toen aan mijn vader gevraagd en dat heeft hij mij geleerd. En daarna wou ik eigenlijk steeds sneller worden. En het ging gewoon oefenen en ook filmpjes kijken op YouTube bijvoorbeeld. Ja, ik heb er dus altijd respect voor. Want inderdaad, als je dus filmpjes op YouTube zoekt, dan vind je dus ook filmpjes uit de jaren 80. Het is blijkbaar iets wat al 30 jaar lang heel populair is. Althans, tussendoor misschien even niet. Maar toen ik zo oud was zoals jij, toen had ik ook een kubus. En toen wilde ik hem ook oplossen. Ik had hem nog vanuit de jaren 80. Dus die lag al jarenlang door de war. En ik had wel eens een keer de stickers veranderd. En ik had wel eens een keer de dingen uit elkaar gesloten, waardoor die niet meer goed draaide. Maar ik wilde het. En toen heb ik een hele zomervakantie me erin verdiept. En toen kon ik hem in 12 minuten oplossen. Toen was ik helemaal trots op mezelf. Daarna heb ik het nooit meer gedaan. Ik heb daarna nog een paar keer geprobeerd. Toen lukte het niet. Dan sta je helemaal voor gek. Maar even voor het contrast. Hoe lang heb jij daarover gedaan? Dan heb ik het over de 3x3x3. Nou, in de finale zondag had ik een gemiddelde tijd van onder de 8 seconden. 8 seconden. Dat zit ik met mijn 12 minuten. Ja. En we kunnen wel vragen, doe het even voor. Maar daar heb je natuurlijk niks aan. We kunnen wel vragen, hoe is het nou om Nederlands kampioen te zijn? Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Het was een beetje onverwacht, want er is één Nederlander die eigenlijk heel erg goed is. Maar die had zijn vinger geblesseerd? Nee, maar hij had gewoon een mindere finale, zeg maar. Hij was gewoon minder snel. Heb je nou wel eens gehad dat de kubus uit je handen valt? Ja, dat heb ik wel, gehad, ook in wedstrijden. En dan helemaal als het dan midden in je, ja, in een aantal slagen is of zo, raak je helemaal de weg kwijt. Dus. Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? En voor jou is het allemaal heel logisch, maar zo'n kampioenschap, ga je dan tegen iemand of moet je hem een aantal keer oplossen en nemen ze dan de gemiddelde tijd? Of hoe werkt dat? Ja, nou, dat laatste eigenlijk. Je doet het eigenlijk voor jezelf en dan je doet 5 oplossingen en iedereen krijgt voor elke oplossing zeg maar dezelfde staat waar de kubus in is. Dat het voor iedereen eerlijk is. Ja. En dan doe je er dus 5. En van de snelste en de langzaamste, die hou je daarvan af. En van de middelste 3 wordt dan het gemiddelde berekend. Maakt het voor jou nog uit hoe die door elkaar zit? Natuurlijk. De ene staat is makkelijker om op te lossen dan de andere. En zie je dat dan ook meteen? Dat als je de kubus krijgt, dat je denkt, oh yes, deze kan ik heel snel. Ja, de eerste stap voor mij is dan om een kruis te maken op de onderkant. En dat kan wel, de ene keer kan dat 2 slagen zijn. En de andere keer is dat dan misschien 10 draaien of zo. Dus dat maakt wel een verschil. Ja, want je loopt al een beetje op de zaken vooruit. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar kan jij gewoon eens even uitleggen aan de luisteraars hoe je dat ding moet oplossen? Nou, er zijn verschillende methodes. Maar de beginnersmethode die meestal wordt gebruikt is schroevendraaier pakken en hem uit elkaar halen. Ja, dat ook. Maar werkt ook heel goed, kan ik je zeggen. Hij wordt er niet echt beter van. Of de stickers eraf. Ja, dat werkt niet, kan ik je ook zeggen. Ze plakken niet meer. Dus eerst moet je het kruis eigenlijk oplossen. En dan
kan je de eerste laag maken door dan de hoekjes erbij te doen. En daarna de tweede laag, dat is ook niet heel moeilijk. Dat kan je allemaal wel leren uit boekjes of zo. Makkie. En dan? En dan voor de laatste laag zijn er een heleboel algoritmes die je moet leren uit je hoofd. Als je echt snel wil worden, dan zijn dat er echt wel een stuk of 100 of zo. Maar ga je er dan 100 proberen? Of zie je gewoon aan hoe die door elkaar zit welke je moet toepassen? Ja, je ziet echt welke je moet toepassen. Dus dan moet je ook leren van wanneer je welk algoritme moet gebruiken. Maar dat is mijn fout natuurlijk. Ik deed die 12 minuten lang, ging ik alles proberen. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik vind het fantastisch. We zijn trouwens live op Facebook voor mensen die straks willen zien hoe Mika die kubus oplost. Ik ga hem voor hem door de war doen. En dan gaan we eens even kijken hoe lang hij erover doet om hem goed te krijgen. Ik ben heel benieuwd. Als er nou mensen bij jou in de klas zitten. Die denken, wauw, ik heb een Nederlands kampioen in de klas. Merk je dat? Nou, niet per se. Er zijn wel een paar mensen die ervan weten. Maar ze vinden het allemaal niet heel indrukwekkend. Je bent niet gehuldigd dat je bij de koning mocht komen en zo? Nee, dat niet. Oh, dat is dan wel weer jammer. En het is ook niet zo dat het steeds populairder wordt bij jullie op school nu? Nou, op school zijn er denk ik wel misschien een stuk of 5 mensen of zo van wie ik weet dat ze zeg maar wel zo'n ding kunnen oplossen en er wel een beetje mee bezig zijn. Maar, hoe noemen jullie hem onderling? Zeg je elke keer Rubik's Cube? Nee, ik noem het niet echt een Rubik's Cube, maar gewoon een kubus of zo. Kubus of zo. En jullie zijn kubus of zo club? Nee, ik heb wel op die competities heb ik wel heel erg veel vrienden gemaakt. Dus. En is er nou ook een speciale scene gewoon op Facebook of op Instagram of weet ik veel waar? Ja. Waar jullie tips aan elkaar delen met elkaar? Niet per se tips. Het gaat ook niet altijd over de kubus zelf, maar er zijn wel Facebook groepen. Dat gaat over de hele wereld. Want het is veel populairder in andere landen. Oh. Kan je dan ook nu naar het WK? Ja, ik ben 2 jaar geleden was het, ongeveer 1 jaar geleden in de zomer, was het WK in Parijs. Daar ben ik heen geweest. En? Ja, dat was hartstikke leuk. Al die vrienden weer gezien. Hoeveelste ben je geworden? Daar gaat het toch om? Ja, nou, dat was ik was toen nog minder goed dan nu. Dus okay. 70ste of zo van de 900 mensen. Nou, dat vind ik ook hartstikke goed. Dus, dat was toen wel goed. En dan deze zomer was het EK in Madrid. Daar ben ik ook dus heen geweest. En een Nederlander is daar dus Europees kampioen geworden. Maar die heb ik van het weekend verslagen. Kijk, dus jij bent de volgende. Kampioenschap, ja, wie weet. Nou, ik vind het wel heel spannend. Stel nou dat er mensen zijn die twijfelen. Of ze ook als hobby Rubik's Cubes moeten gaan doen. Overtuig ze eens even hoe superleuk het is. Nou, het is gewoon heel leuk om jezelf steeds weer te verbeteren. Om steeds weer beter en sneller te worden. Dat zie je ook echt, dat je progressie maakt. En die wedstrijden die zijn gewoon echt heel erg leuk. Omdat er zijn heel erg veel mensen die er ook mee bezig zijn. En ik heb er zelf heel veel vrienden gemaakt. Dus. En je hebt het van je vader geleerd? Ja, dat wel. Hij zegt ook altijd dat hij het... Maar kan hij het nou ook zo goed? Nee, dat niet. Hij doet er denk ik zo'n 3 minuten over of zo. Oh, dat is nog 4 keer zo snel als ik. Dat is op zich best goed. Best een keurige tijd. Mooi. Nou, Mika, wij gaan er even uit voor muziekje. You Spin Me Round leek me hartstikke leuk van Dead or Alive. En daarna Fetsen Small en Turnaround. En ondertussen kan je live op Facebook zien hoe wij de kubus eens even gaan oplossen in een aantal seconden. We nemen de tijd op. Sleutelstad FM.